Pas geleden was ik op de kermis in Liende. Daar was het koud en nat en gezellig. En ik ben nu op de kermis in Boxland. Hier is het warm en bedrukkend, maar ook gezellig. En het is gezellig op de kermis. Ja, hartstikke gezellig. Waar is er zo gezellig aan in Boxel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. We zijn net hier, jongen. Ah. Maar wat denk je hier te kunnen vinden? Ja, kermis. Waar komen jullie vandaan? Den Bosch. Den Bosch? Ja. En in Boxel? Sorry? In Boxel naar de kermis, vanuit Den Bosch. Naar de kermis, ja. Terwijl het in Den Bosch ook kermis is, hè? Ja, nu? Ja. Dat snap ik dan niet. Ja. Ja, ik hoop mijn zoon hier te zien. Hebben jullie een geheime relatie misschien? Een geheime relatie? Heel geheim. Heel geheim, ja. Ja. Heel geheim. Veel plezier. Ja, ja, doe. Mevrouw, u hoort bij deze attractie of? Ja, tuurlijk hoor ik bij deze attractie. Kijk, gezellig hier in Boxel. Ja? Echt wel. Jouw moeder komt naar me toe en die zegt dat jij wilt worden geïnterviewd. Welke vraag moet ik stellen? Weet ik niet. Jawel, moet je wel een vraag bedenken. Gingen we nog op vakantie? Oh, gaan jullie nog op vakantie? Oké. Okay. Hé, hey, hallo! Hé! Hey. Ga je nog op vakantie? Nee. Oké, okay, dankjewel. Ik heb iemand uit Friesland bij. Wat zeg je? Ik heb iemand uit Friesland bij. Uit wie? Wie? Van Friesland? Ja. Wat kom jij in Brabant doen uit Friesland? Wat? Wat kom jij in Brabant doen uit Friesland? Nou, vriendinnetjes. Ja. En we hebben elkaar heel lang niet gezien. En dan kunnen we het nu even doen, want ik sta op de camping en heel dicht bij haar. En hoe gaat het hier met de kermis? Ja, goed. Goed? Ja, zeker. Lekker weer? Ja, zeker. De mensen komen ook weer lekker kijken nu, dus dat gaat perfect. Veel plezier en veel succes. Dankjewel. Hallo. Ik moest hier naartoe komen bij jullie. Oh ja, wij weten wel niks. Ja, iemand, ja, jij. Wat is? Oh. Zei van kom maar deze kant op. Ja, tuurlijk, is toch gezellig. Ja, dan moeten we wel iets te bieden hebben natuurlijk. Ja, drinken misschien. Nee, dat gaat niet eens om. Okay. Een leuk verhaal. Een leuk verhaal? Nou, dat het best gezellig is. Kom jullie vandaan? Uit Limburg. Limburg? Ja, maar hier natuurlijk. Jij komt het Limburg. Hey, Limburg. Wat kom je hier doen? Nee, dat is België. Nee, dat is België. Uit Boxel. En wat kom je doen? Waarom ben je hier? Ja, de liefde. Ja, liefde. Je woont ook hier? Ja. Helemaal in Burg. Maar we hebben hier moeten trekken. Ja. We hebben ze hier toe moeten trekken. Ja, ja. Klinkt een beetje. Ik ga gauw naar de volgende vraag. En nu? Ja, ja. Ik? Ja, ik. Ik ga gewoon naar Boxel. Boxel? Ja hoor. Ik vind de kermis hier leuk. En ben je er net? Nee, vanaf 4 uur. Oh, ja, flink zitten pimpelen? Ja, mag bijna naar huis. Ja? Mijn geld is bijna op. Oh, maar je bent toch hartstikke nuchter? Ja, als je niet veel drinkt, dan blijf je nuchter. Hè? Heel goed. Heel goed. Ja. Nou, we gaan net de kermis op. Heb je nog een advies aan ons? Ja, ergens een suikerspin gaan eten. Zonder suiker zou ik dan doen, maar dat is wel lekkerder. Dus ik ga erom vragen. Ja, suiker zonder suiker. Heel goed. Dankjewel, hè. Ja, alsjeblieft. Suiker zonder suiker, Piet. Oh. Ja, jammer. Jammer. Bijna. Bijna. Wiel eraf. Ik heb er al 2 van deze. Wat zeg je? Ik heb al 2 van deze. Serieus? Ja. Maar we kunnen de live nou zien. Kun je iets vertellen hoe je dat doet? Ja, hoe dit moet? Nou, wat jouw tactiek is? Weet ik niet. Oké. Okay. Ja. Ah, oh, te weg. Oh, nee. Hey. Oh. Zag je ballen, Piet? Dat was jammer, hè? Heb je een leuke knuffel voor je moeder? Nee, voor mezelf. Oké. Okay. Heeft u al gegrepen? Hè? Ja. Gegrepen uit zo'n automaat. Ja. Voor 2 euro. Oh, mooi hoor. Ja. Ja? Ja.
Maar zit er niks vreemds in? Nee, ik heb het gewoon net vers gehaald. En waarom? Omdat ik u zag staan en ik kijk altijd Dommeland thuis. Serieus? Ja. Ja, dat is leuk. Ja. En wil je nog iets zeggen? Hoe heet je? Lucas. En wil je nog iets zeggen in de camera? Hallo oma. Ja. Hartstikke leuk. Lekker. Bueno. Ja, mooi. Zie je nou, jullie waren weg en toen ging het goed. Het ligt allemaal aan mij. Nee, dat was zenuwachtig. Kijk hier. Nou, succes ermee. Dankjewel. Ja, gezellig. Ik denk even iets kijken, is lang geleden. Hoe lang? Nou, ik denk wel 20 jaar. Dat je op de kermis bent geweest? Ja. En je ziet er toch uit als een vrolijk type van jongens leven de lol. Ja, maar ik woon niet meer in Bokstel. Ik woon al meer dan 20 jaar buiten Bokstel. Waar? Turkije. Turkije? Ja, Turkije. Dus ik zeg, nou, laten we eens even weer naar Bokstel naar de kermis gaan. Leuk. Alleen, ja. En wat drijft jou naar Turkije? Een man? Ja. Oh, dat is al heel lang geleden. En mijn kinderen en mijn kleinkinderen, alles zit in Turkije. Leuk. Ja, dus vandaar. Ja. En u? Het is wel wat van ouds, hè, eigenlijk. Toch? Ja, tuurlijk. Die boxwagens staan gewoon weer op zijn plek. Het is gewoon helemaal geweldig weer. Leuk, hè? Ja, ik vind het helemaal leuk. Ja. Dat is een flinke beer. Een flinke beer. Ja, flinke beer. Waar heb je die mee gewonnen? Nou, we hebben mijn dochter gewonnen. Met? Ja, achter op de kermis. Met ja, de grijper. De grijper? Ja, nee, ja, de grijper. Ja. Is wel een grote grijper geweest dan? Ja, zeker. Mooi. Moet geluk hebben. Zo is het. Zeg maar hallo. Hallo. Wat ga je zo meteen doen? Wat gaan wij doen? Eentjes. Eentje vangen. Eentje vangen. En hoeveel ga je er vangen? Ik heb twee. Jij twee? Ja, ik denk eentje. Nee, veel meer. Eentje. Eentje. Haha. Vijf zegt. Vijf. Ze snapt hem wel hoor. Samen wel. Samen wel. Ja. Ik was vorige week in Linde. Ja. Toen heb jij geknipoogd naar het publiek. En we hebben nou gelijk 14.000 kijkers. Ja. Dus mijn vraag aan jou is, zou je nog een keer willen knipoog in de camera? Dankjewel. Leuk hè? Oh. Oh. Hey. Hallo. Hallo. Wat ga je doen? Ik moet, mag ik even mijn naam op jouw arm schrijven? Ja, maar rust. Ja, stift. Waarom loop jij zo in het koud? Remco. Ja, ik ga trouwen, zeggen ze. Ah? Ja. Weet je zeker? Zou je dat nou wel doen? Nee, ja, eigenlijk niet. Maar feest is altijd leuk, hè? Ja. Ja, daarom. Ja, dat is goed. Maar wil ik mijn naam schrijven? Ja, hoe heb jij een stift? Ik moet nog heel de kermis ja, door, hè? Kom maar, ik schrijf even mijn naam op. Bedankt. Vind ik heel fijn. En hier bij de cameraman ook. Kom, okay. Hier vallen lange dingen. Maar maak het uit, hè? Kom. Hier, ik schrijf wel iets kleiner vooruit. Ja. Ja, super. Josh. Bedankt, hè. Nou, ik wens jou een gezellig huwelijk. Ja, dat komt goed. Ja. Je had een leuk verhaal. Wat is er met jullie aan de hand? We gaan trouwen. Ja, Bunny. Maar wij zijn twee schoonzusjes. Oh, jullie gaan samen trouwen, wij dat is leuk. Samen trouwen. Nee. Jawel. Nee, dat niet. Zij is al getrouwd met mijn broer. Ja. En zij is mijn schoonzusje. Ja. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Ja, helemaal leuk toch? Ja. Wat een verhaal. Is er nog iets smeuïgs erbij? Over jouw broer? Over mijn broer? Daar valt niet zoveel smeuïgs over te vertellen. Nee. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier. Dankjewel. En drink ze. Dankjewel. Hij wil het niet. Wat wil hij niet? Hij wil het niet.
Nee, hij wil het niet. Waar wil hij niet? Hij wil niet dat ik het ga vragen. Oh, je hoeft het niet te vragen, ik weet het al. Maar je hebt wel het mooiste winkeltje van heel Boksel. Ja? Hij weet het. Ja, ik weet het. Ja. We hebben nog foto's. Ja. Maar je bent op zoek naar een vrouw? Nee, nee hoor. Nee. Nee. Ja. Ja, dat was toch? Nee, nee, nee. Grapje. Ik heb nu ook in de nek. De varkensboer. Ah. In de nek, ja, dat kan ik niet. Ik heb me daar ook niet gemaakt. Nee. Dat is de knapste mens van Bokstel, zeggen ze. Hij is van de markt. Hij is van de markt. Even wegpakken. Nee. Gewoon die microfoon is hand. Kijk, die microfoon is hand. Ja, doe maar. Doe. Ja, drie handen in de lucht. Ja, wat ben je nou? Ik ben verlegen. Lekker eten. Maar waar kom je vandaan? Boksel. Oh. Kom je voor de kermis of voor hier? We hebben net geweest, vanmiddag. En nu zitten we mooi hier aan het bier. Ben je er al achterover geslagen? Dat weet ik niet. Ongeveer? Ik telde niet. Stuk of 30? Dat ben je niet. Nee, ik denk 15 of zo, ik weet het niet. Veel plezier nog. Dankjewel. Jullie lopen tussen de twee kermissen door of niet? Jazeker. Ja. En hoe was het daar? Wij gaan er nou naartoe. Nou, best rustig. Ik vond het wel meevallen. Ja? Ja, ik vond het wel meevallen. Ja, jij zegt rustig en zegt... Ja, nou, ik vind het druk. Ik had verwacht dat het minder druk zou zijn. Oké. Zo zeggen. En wat hebben we voor attracties daar? Wat hebben we daar? Dus de Doolhof en de cakewalk van vroeger nog. En de rups en de draaimolen voor de kleintjes. Zijn er allemaal in geweest? Wij wel, ja. Het zijn wel allemaal dingen van vroeger, heel veel. Ja. Vroeger? Ja, toen wij nog jong waren. Ja. De rupsen met... Met de jongens erin? Met de jongens erin, ja, natuurlijk. Maar nou niet meer? Nee, nou niet meer. Heb jij... Ik kreeg het niet mee, hij loopt tot hem, maar ik kreeg het niet mee. Met een fotograaf rond, ja. Liep. En dat je dan bij Van Kempen, zo honger, al die fotootjes. Ja. Dan gingen wij altijd voor de raam. Ja. Kijken en kijken of we verhalen. Maar heb jij eigen rups thuis? Ja, ik heb een eigen rups thuis, ja. Hoe is het hier, dames? Goed. Ja? Ja, het is gezellig. Ja? Jullie lopen nou van de ene kant naar de andere kant, kermis. Ja. Is het een beetje een leuke kermis? Ja. Wel een beetje weinig attracties, maar ja, dat komt wel goed. Hoezo? Een beetje duur. Ja. 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 Best is veel goedkoper, hè? Ja. Ja. En groter. Hebben jullie al een bijbaantje of zo? Ja. Helaas wel. Ja, wat doe je dan? Ja. Werken. Ja, dat snap ik. Een bijbaantje, werken. Maar wat doe je dan? Vakkenvullen. Ja. Hoeveel verdien je dan per uur? 4 euro. En wat kost een attractie hier? 4 euro. Ja. Dat is een uurwerk, ja, dat vind ik een uurwerk, joh. Maar dat doen we wel. Ja. En misschien je ouders nog een klein beetje? Ja. Een beetje veel. Aha. Ja, ze zijn echt mijn grootste sponsors. Mijn ouders zijn de grootste sponsors, ja. En jij, vind je het ook leuk? Ja. Ja, meneer, hè? Ja, meneer. Vraag het nog een keer. Hallo, vind jij het ook leuk? Ja, meneer. Goed zo. Hey, dames, nog veel plezier, hè? Hey, dankjewel. Drie, twee, één en actie. Hoi. Kunt u het bijhouden, meneer? Of, Ja, wel, natuurlijk. Of gaan ze te snel? Nee, hoor. Echt niet? Dan loop ik voor en dan loop ik achter. Aha. U heeft al iets gewonnen op de kermis, zie ik? Ik wel, ja. Kijk eens, is dat een mooi hondje? Dat is een heel mooi hondje. Ja. Volgens mij is het een schaap. Ja, ik heb hem als hondje. Piet, is een schaap. Dit is een schaap, mevrouw. Is een schaap. Nou, ik vind, ja, ik heb er een hondje van gemaakt. Nee, ik moet er toch een schaap van maken. Ja, nou, en waar heeft u dit mee gewonnen? Ja, met zo'n grijper. Een grijper. Dat vind ik heel leuk. En dan ga ik dat doen. Ja, het is gelukt. En het is gelukt, dus dat is ook nog leuk, hè? Ja. Misschien een van de kleinkinderen het wil en anders dan doe ik hem zelf wel. Maar gaat u vaak naar de kermis? Nou, in Uden zijn wij een paar keer naar de kermis geweest. Uden, ho. Ja, Uden, maar daar wonen wij en dat is een veel grotere kermis, dat zie je. Ja, maar waarom komt iemand uit Uden dan naar een kleinere kermis? Dus ik kom oorspronkelijk uit Boksel en mijn zussen wonen in Boksel. Ah. En zodoende. Ah, dat is gezellig met de zussen. Ja, natuurlijk. Nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. U komt net terug van vakantie. Hey, ja, dat klopt. Ja, dat zie ik.
Ja, beter weer dan hier, hè? Ja, een warm land volgens mij. Spanje. Ja, dat dacht ik al. Ja, in Spanje, in Spanje, in Spanje. Ja. Spanje schijnt altijd. Dus... Ja. Maar het is nou ook lekker hier, hè? Ja, het is een beetje... Ah, je bent verwend. Een beetje benauwd, vind ik. Ja. Waar kom je vandaan oorspronkelijk? Noord-Holland. En wat doe je dan in hemelsnaam in boksen? Ja, de liefde heeft naar de boks toch. Ah, ja. Ah, nou, dat kan... Ja, daar kunnen wij wel ons iets bij voorstellen. Kun je eens even zwoelen in de camera kijken? Nee. Kijk. Ze moeten hier recht in de grond stoppen, hè? Dat weet je, hè? Ik ga nooit meer terug. Oké, nog veel plezier samen, hè? Nee, dankjewel, hè. Nachtverhagen, dames en heren. Nachtverhagen. Nachtverhagen. Hoe is het? Ja, maar prima. Ja? Ik kom jou eens een keer interviewen. Ja, dat dacht ik wel. Ik zou het al aankomen. Ja. Hoe gaat het met nacht? Mooi, prima. Mooi zo. Nog iets moois te vertellen, iets leuks te vertellen? Ja, ik zit... Heb je ze in elkaar getimmerd de laatste tijd? Nee, maar het komt er wel aan. Buurman. Ja, als ik het zo bekijk. Ja. Nee, ik ben niet zo. Nee, maar ik heb wel, kom er wel opdracht aan. Maar je timmert flink aan de weg. Ja, dat wel. Goed man, veel plezier. Ja, dankjewel. Hey, wat doen we? Wat doen we, jongens? Wat doen we? Ja, naar de kroeg. Naar de kroeg? Ja, maar ze lopen weg. Ik weet ook niet wat ze doen. Jongens, naar de kroeg. Wat dacht u? Ik ga eens een klein biertje winnen op de kermis. Waar ga je die laten? Op mijn kamer. En dan is je kamer vol? Ja. Hoe heb je die gewonnen, zo'n grote? Nou, vertel. Weet ik niet. Nou, weet je het wel. Dat weet je wel. Jouw vader heeft die van jou gewonnen? Of jouw moeder? Mijn vader. En waar heeft hij mee gewonnen? Een touwtje knippen, Eike. Een touwtje knippen. Heeft hij al die 300 touwtjes ermee geknipt of zo? Nee. Is het leuk, hè? Ja, dat is heel leuk, hè? Wat gaat het worden? Hey, wat gaat het worden? Een flesje water, ik ben misselijk. Ja. Dat is heel gezond, een flesje water. Ja, maar wel duur. Ja, dat is duur. Je gaat niet mee, valt hier wel mee. Ja. Leuk op de kermis? Ja. Jullie zijn vriendinnen? Ja. Wat is nou het leukste hier op de kermis? Ik vind de bank, ja, daarachter. De bank, was dat? Dan gaat hij zo. Hij heeft vorige week in Liemding gezeten. Ja. Was leuk? Ja, die is heel leuk. En op de markt staat de, hoe heet die nou, de beach party. Die is ook heel leuk. Ja. Oké, nou veel plezier nog. Ja, dankjewel. Een knuffel heb je gewonnen. Ja, hè? Heb je hem er goed op, Piet? Hè, sorry? Zeg, tegen de cameraman, heb je hem er goed op? Ja, ik heb, ja. Maar wat is dit voor iets? Nou, waar lijkt het op, meneer? Ja, dan. Dit is gewoon een hele vrolijke piemel. Een vrolijke piemel? Een vrolijke piemel, ja. En denk je, heb je wel behoefte aan? Nou, eigenlijk niet, maar ik had al een kleintje en ik dacht, dat lijkt me leuk om dan een grote erbij te hebben. Oké. Okay. Ja, maar, ja. Ik had eigenlijk niet verwacht dat dit zou kunnen lukken. Ja, je hebt nou een hele grote. Je had een kleintje en nu heb je een hele grote. Een hele grote, ja. Nou, veel plezier. Dankjewel, dat gaat wel lukken. Attractie. Echt wel, hè? Toch? De allerschoonste in ieder geval. Ja. Toch? Ja. De allerschoonste toilet. Wat kost dan tegenwoordig even je in en binnen te glippen? 50 cent. Oh. Dat is voor niks. Toch? Niet voor niks, maar. Ja, bijna voor niks. Vind ik. Maak er wat rare dingen mee of valt het mee?
Nee, het valt deze keer mee. Maar deze keer? Komen, hè? Wat is het ergste dat je ooit hebt meegemaakt? Als ze alles onderbraken. De ouderwets kotzuilen. Dat is iets minder leuk, toch? Dat braken klinkt zo leuk, maar... Ja. En dan mogen jullie het opruimen? Dan mogen wij het opruimen. Als ze uit dat niet komen, helemaal draaien. Ja, waarom gaat hierna, hier gaat er net naast staan? Hè? Ja. Je vraagt er ook om eens hier... Ik vraag me eigenlijk ook af waarom wij hier staan. Veel plezier nog. Dankjewel. Wil je wat zeggen? Ja, dat heel leuk is op de kermis. Ja? Ja, heel leuk. Alleen niet te veel vandaag uitgespeeld. Iets te wat? Te veel geld uitgegeven. Ja? Ja. Hoeveel geld dan? 5 euro aan de knuffel en 12,50 in totaal. Je ziet er zelfs uit als een speciale attractie. Ja, dat ben ik toch maar. Een soort Crocodile Dundee. Hè? Crocodile Dundee, kent u die? Oh, nee, die ken ik niet. Ja, heeft er wel iets van weg. Ja? Gezellig op, het toch maar. Gezellig op de kermis? Gaat wel. In je eentje of? In mijn eentje, ja. Dat moet er wel, hè. Er zit niks anders op. Nee. Ah, er loopt misschien nog een leuke vrouw rond hier. Dat kan ook zitten, dat zien we wel. Tijd helemaal leven, daar hebben we kans op, hè. Ja, zo is het. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Deze dames dansen paal. Zeg ik dat goed? Er zijn hier genoeg gladde palen nergens aangehangen? Nee. Lekker wel gezellig op de kermis. Wil je op de foto? Ja. Ja. Het is meer dan een foto, Lin. Het is een filmpje. Ja. Kan ik dat terugzien? Ja, dat is vaak bij een filmpje. Dat kan ik terugzien. Waar? Dommeland. Ja, heel goed. Mooi. Zo. Is dat een app of zo? App en op televisie, hè? Ouderwetse, zo'n nee, ding. Niet. Zo'n kastje aan de muur. Mooi. Is het een beetje leuk of niet? Ja, ik vind het wel. En jullie ook niet? Ja, ja, leuk. Ik vind eigenlijk wel een beetje meevallen. Wat doen jullie nou hier? Helemaal niks. Nee. Zitten. Bier drinken. jullie gaan hierin? Ja, wij gaan hierin. Leuk? Wat? Leuke attractie? Ja, zeker. Ja. Nou, veel plezier. Dankjewel. Lukt het? Lukt het? Het is Engels. I don't. Ah. Does it work? What? What are you doing in Holland? Wat doe je in Nederland? I'm visiting her. I met her in America. Now I'm staying with her. You're from America? Yeah. Dus ik kom uit Amerika. And how long are you here? Hoe lang ben je hier? I'm here for one more week. Do you like it here? Vind je het leuk? I do. What do you like? Wat vind je leuk? About Holland? About Boksel? Yeah, I just like traveling around, seeing the different cultures. Wat doe je op de kermis hier? Bij mijn vrienden. Lekker rondlopen, kijken, wat gaande. De camera's hier, hè? In de camera. Oh, ja, sorry. Ja. Gezellig op de kermis? Zeker. Waar kom je vandaan? Boksel gewoon. Oké. Okay. Wat is nou het leukste attractie? Wat vind je nou het leukste? Ik denk... Boksauto's, man. Jawel, ik denk boksauto's. Ik zeg tijd voor een lekker visje. Ja. Ik kom net uit een octopus. Ik wil 1 ding zeggen op de camera. Jij wil nog 1 ding zeggen op de camera. Deze jongen komt speciaal naar mij toe om nog 1 ding te zeggen op de camera. 5 gouden pumps is beter dan 1 gouden pump. Ja, dat was het. Oké, dankjewel. Nou, gewoon gezelligheid, een lekker pilsje. Gaan we nou ABN praten ineens? Ik ben verlegen. Ah. Maar ja, het is leuk, het is gezellig. Lekker met de gevel op het ras. Leuk stukje muziek. Toch? Gezelligheid. Omroep Dommeland is erbij. Wij willen nog meer. Wij willen nog meer. Ah. Een mooie avond. En ja. Ik ben fan van jullie. En, ja? Ja. Ik kijk altijd op internet. En, oh, ben jij daar? Ja. Heel leuk, ik ben net hier. En nou hebben ze weer een klein beetje die loop hier in Boksel. En dat was dus niet meer, maar dat is nou volgens mij allemaal weer terug. Ja? Dat is mooi om te doen. Ja. Veel plezier nog. Oké. Ja, maar knip het er maar uit, hè. Ja. Waar ben je op zoek dan? Ja, naar onze vrienden. Die zijn er niet. Nee, die zijn helemaal daar achterop. Maar jij moet bij iedereen stoppen om ooit te zeggen. En hoe is het op de kermis? Ja, heel leuk.
Ik vind het leuk. Ja? Een lekker wijntje. Ja, is hier altijd goed, hè? Nog iets leuks te vertellen? Ja, ik heb niet meer te vertellen, joh. Echt niet? Nee, echt niet. Dit is je kans, hè? Ja, nee, maar dat hoeft helemaal niet. Ik hoef geen kans te hebben. Maar dankjewel voor het moment. Maar veel plezier nog. Is die nodig? Ja, jij ook, hè? Ja, heel leuk. Waarom? Weet ik ook niet. Nou, veel plezier. Hè? Hè? Veel plezier. Ja, dankjewel. Hey! Hey! Hoe is het? Gezellig op de kermis? Verder niks hoor. Je zit aan de cola. Lekker? Ik drink. Zit er een klein slokje alcohol bij? Nee. Tuurlijk. Dank je. Nee. Ik lieg niet, hè? Nee. Oh. Nou, leuk. Nou, we vinden het wel leuk hoor. Ja? Ja hoor, gezellig. Kijk, gezellig hier in Bokstel. Ja? Echt wel?